Nou, er liggen regelmatig zwervers hier op de bankjes bij de kinderboerderij. En zwervers op de bankjes daar tegen de hekken van het ziekenhuis aan. En als ik er inderdaad langs loop, dan voel ik me er niet prettig bij. Zeker niet als ik mijn kleinkinderen bij me heb. Als ik dus dan daar van dat pad afkom, want ik woon dan op de Escomplaan, dat ik dan denk, eerst om me heen kijk of daar niemand ligt te slapen. Dus dat vind ik altijd doodeng. En ja, en wat eigenlijk... Van de week was daar ook een teentje en toen dacht ik ook van ja, ga ik nou kijken of niet? Of dat geeft wel een onveilig gevoel. Ze doen natuurlijk ook de behoefte in die bosjes hier zo. En dat is ook heel smerig. En dan gaan de honden in en kleine kinderen. Ja. En blikjes ja, ook. Blikjes en ja, blikjes. Wij gaan soms zelf hier opruimen. Ja. Dan denken we, nou, we ruimen het maar even op. Dan is het maar in die bak. Ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden. Wat opvalt als je hier door het park loopt, is dat je her en der in de bosjes tasjes vindt. Plastic tasjes met daarin kleren en kampeerspullen. Ik heb met de wijkagent gesproken en die bevestigt dat er hier in het park inderdaad wordt geslapen. We willen de mensen zelf natuurlijk ook vragen naar het hoe en waarom. Alleen zodra je naar ze toe gaat met de camera, dan worden ze schuw en dan willen ze dat je weggaat. Dus hun in beeld brengen of met ze praten, dat lukt niet. De overlast speelt nu al een paar jaar. In de buurt van het park zit een dakloze opvang. De omwonenden denken dat dak- en thuislozen uit een ander deel van de stad hier naartoe zijn gekomen. Eerst waren ze allemaal in het Zuiderpark en die zijn allemaal weggejaagd daar. Ja, en dan gaan ze een ander plekje zoeken. En dan is dit natuurlijk het meest dichtbijzijnde. Ze verplaatsen het probleem, want bij het Lijnburg zitten ze nu ook heel erg veel. Die mensen die drinken en alles. En dan, het is geen oplossing. Het is het probleem verplaatsen van deze wijk naar een andere wijk. En je helpt die mensen niet.